Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/WhatsApp. Ik ben zo zenuwachtig. Ik voel me net een jongen van 13 die bar mitzwa moet doen. En dat is een spannend avontuur. En, want het is de eerste keer dat ik een lezing houd over dit onderwerp. Arjan Wendt is de educatieve man hier in huis. En die zegt, joh, wil je een lezing houden? Ik zeg, ja, maar de expositie is voorbij. Waar zal ik het over hebben? Toen heb ik voorgesteld dit onderwerp, Joodse kunst. En dat was een maand of 6 geleden. Dus toen heb ik mij voorbereid. En het is zo'n interessant onderwerp dat ik het gevoel heb dat ik alleen nog maar de oppervlakte heb aangeraakt. En ik hoop dus dat als hier een expert zit, dat hij zich koest kan houden. En er is ruimte voor interactie. Het duurt officieel tot 2:30, dus we gaan dat niet helemaal vullen met een monoloog. Maar ik hoop dat er ruimte is voor heen en weer spreken met elkaar. Ik heb een handout laten maken. Die kunt u het beste maar gewoon even met rust laten. Maar als u nou even toch de achterkant wil bekijken, dan laat ik u even een paar bronnen zien waaruit ik put. Ik ben zeer dankbaar voor de Vrije Academie, die een cursus organiseert over Joodse kunst en cultuur, die gegeven wordt door Dr. Dikla Zohar, archeoloog en kunsthistorica en directeur van het Joodse Educatief Centrum Kreskaste Amsterdam. Kijk op haar website en zij heeft in 4 lezingen houdt zij over de Joodse kunst en cultuur. En hier is haar syllabus. Voor degene die geïnteresseerd is, kan even doorheen bladeren. De tweede bron is dat ik met mijn zoon en schoondochter en mijn vrouw toch een hele dag heb doorgebracht in de Joodse afdeling Joodse cultuur en leven in het Israël Museum Jeruzalem in augustus. Dan put ik uit een paar andere bronnen die daarbij vermeld zijn. Maar ik vond het leuk om dat te melden, want degene die echt geïnteresseerd is, kan op websites en in boeken dus mijn bronnen vinden. Dat vind ik wel erg leuk om te melden. Gaan we nu beginnen. De vraag is, is er zoiets als een Joodse kunst? En zijn er Joodse kunstenaars die we echt zeggen van, nou ja, dat is nou een Joodse kunstenaar? Ja en nee. Wat is dan het onderscheidende? Zou er iets onderscheidends zijn? De reden waarom ik die vraag heb gesteld is dat ik altijd onder de indruk was van Marc Chagall. Voor jullie allemaal bekend. En een unieke kunstenaar waar ik deze lezing mee ga eindigen. Omdat hij in de tijd van Pablo Picasso en in de tijd van Salvador Dali en in de tijd van dat doorbrekende expressionisme puur een eigen weg gegaan is. En zich niet heeft laten afleiden door al die stromingen en daardoor ook verguisd is door critici. Maar hij heeft zich altijd gehouden bij het verhaal, het narratief, het woord. En hij vertelt eigenlijk in kleuren en vormen. En toen heb ik gedacht, is dat dan misschien specifiek Joods? Het verhaal, het vertellen, het woord, het narratief. Je zou bijna kunnen zeggen het stripverhaal. De tegeltjes aan de wand bij onze oude boerderijen. Hè, waarin je met de pijp kon wijzen, dat is Adam en Eva, dat is enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè. Is dat dan het specifiek Joodse? Ja, want het woord staat centraal in de Joodse geschiedenis, in de traditie. Het woord, het narratief, het verhaal is boven het beeld. Sterker nog, kan de vijand zijn van het beeld. En dat beheerst meteen die Joodse kunst, waardoor de Joodse kunst misschien meer gekarakteriseerd wordt door literatuur, door woorden, door verhalen, door wijsheid, door het leren, het leren aan elkaar, en door muziek. En niet zozeer door het beeld. Zou dat dan specifiek zijn? Ja, misschien. Het antwoord kan ook nee zijn, want Joodse kunstenaars
zijn er niet veel geweest. Vanwege het beeldverbod, wat ik net noemde. Woord en beeld in strijd. Het beeldverbod. Gij zult geen gesneden beeld maken. Hè? Tweede gebod van de 10 woorden. Hè? Het beeldend uitdrukken is voor de Joodse traditie moeilijk. Een ander onderdeel van het feit dat er weinig Joodse beeldende kunst is, is het ghetto, de afsluiting. De uitsluiting van de gildes. Je mocht geen schilder worden, zeg maar in onze tijd fotograaf. Hè? Je mag geen schilder worden, want dat is voorbehouden aan de gildes, die natuurlijk gedomineerd werden door de christenen. Nog misschien wel een ander idee is dat Joden altijd maar meer moesten vertrekken. En dus geen grote gebouwen konden meenemen, zou je kunnen zeggen. Geen orgels, maar wel een viooltje. Hè? Dus het is licht, het is draagbaar, het is klein. Dus de Joodse kunst is nooit monumentaal, nooit groot, nooit zwaar, maar licht, draagbaar, in de marge en niet datgene wat wij kennen in onze grote monumentale kunstwerken en architectuur enzovoort enzovoort. Goed, je kunt zeggen nee, er is weinig Joodse kunst na 1800, zeg maar na de Franse Revolutie. Toen de Joden in Frankrijk en in Nederland en 60 jaar later ook in Duitsland en in andere Europese landen een gelijke status kregen, dat daar de Joodse beeldende kunstenaar ontstaat. En dat toen sprake was van de emancipatie van Joodse kunst in Europa. Daar gaan we straks verder op in. Aan de andere kant is er ook zoiets als Joodse kunst als het gaat om ornamenten, om versieringen, om verluchtingen van teksten. En dat is een hele rijke traditie. Een hele rijke traditie in de Haggadah, de rollen en de boeken die gaan over de Seidermaaltijd, de Pesachmaaltijd, die rijk geïllustreerd werden, of de Esterrol, of de verhalen over Boaz en Rut bij de Joodse feesten, de Bijbelse feesten. En dan zie je verluchtingen, illuminaties van al die manuscripten. En die verluchtingen, die illuminaties van die manuscripten, prachtige dingen in de middeleeuwen, schitterende dingen. Maar, merkwaardig genoeg, die werden soms niet en vaak niet door Joden gedaan, maar die werden uitbesteed aan de gilden, dus de christenen. En de scriptoria, de schriftplaatsen waar geschreven werd. De schrijfkantoren in de kloosters. Dus merkwaardig genoeg, zelfs de Joodse illuminaties van Joodse boeken werden vaak ook nog gedaan door christenen. Maar wel in opdracht van een rabbijn of van een rijke Jood die een prachtige Haggadah wilde hebben waarin hij in zijn gezin, waaruit hij kon lezen. Dus ja, er is Joodse kunst als het gaat om de versieringen, om de ornamenten, om de elementen van. Nou, en dan beginnen we meteen al natuurlijk met de beroemde woorden uit Exodus 25, 31. En ik heb nu net geïnstalleerd een Bijbel-app in mijn nieuwe iPad. En het lukt. Het lukt. Daar krijg je de prachtige woorden uit Exodus 31. De Heere zei tegen Mozes, vers 1, luister, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de kleinzoon van Hur uit de stam Juda, let op, aangewezen en hem vervuld met de geest van God. Ik heb hem veel wijsheid, aanleg en vakmanschap gegeven voor de bouw van de tabernakel en alles wat zich daarin bevindt. Hij is bedreven in het ontwerpen van voorwerpen in goud, zilver en koper. Ook heeft hij ervaring als bewerker van edelstenen en hout. En als zijn assistent heb ik Aholiab of Oholiab aangewezen, de zoon van Achisamach uit de stam Dan. Bovendien heb ik alle specialisten wijsheid gegeven. Het is
het boek wat ik lees. Bovendien heb ik alle specialisten wijsheid gegeven, zodat ze alles kunnen maken wat ik u heb opgedragen. De tabernakel, de ark van het verbond, het verzoendeksel en alles wat erbij hoort. De tafel met alles wat erbij hoort. De gouden kandelaar, de menorah, en alles wat erbij hoort. Het reukofferaltaar, het brandofferaltaar en alles wat erbij hoort. Het wasvat op het koperen voetstuk. De ambtskleding die Aaron en zijn zonen als priesters zullen dragen. De zalfolie en het aangename reukwerk voor het heiligdom. Alles wat ik heb gezegd zullen zij maken. Kijk, hier is de bron van de ornamentele kunst in het jodendom. Bezaliel, zijn naam betekent hij die in de schaduw van de Heer verkeert, dus dicht bij God is. Bezaliel. Er is ook een mystieke uitleg van zijn naam. En die naam Bezaliel in de mystieke uitleg is: in de schaduw is God. En in de schaduw is God duidt op in de donkerte, in het wroeten van de kunstenaar, in het wroeten van de geest in de aarde, in de duisternis, in de donkere van onze tijd. Pas daar zie je pas het licht. Want als het gewoon een grauwe dag is zoals dit, wie ziet er nog licht? Maar juist de kunstenaar, en dat is een interessant perspectief, juist de kunstenaar, en dat bevreemdt ons en dat beangstigt ons vaak, wij gewone mensen, hè, zeggen, wat moet die melancholie, wat moet die treurnis, wat moet die weltschmerz die op de schouders ligt van een kunstenaar, de filosoof, de profeet, die indaalt in de tranen van de mensheid en die de duisternis ziet. Ja, alleen die ziet het licht. En de naam Bezaliel is in de mystieke uitleg ook een heel interessante uitleg voor ja, de profetische en de melancholische gevoelsoriëntatie van de creatieve mens. De high sensitive person, zou je kunnen zeggen. Dat is interessant. Dus Bezaliel, die naam is niet voor niks. Dat is echt heel bijzonder. Aholiab betekent de tent van de Heer. He, dus dat is vrij recht toe recht aan, zou je kunnen zeggen. Maar die naam Bezaliel is ook op een gegeven moment een naam die gegeven wordt aan de eerste kunstacademie van Palestina toen nog, 1906. Nu Israël, ingevoegd in de Universiteit van Jeruzalem. De Bezaliel Academie is de Academie voor Beeldende Kunsten in Jeruzalem. Dus Bezaliel als eerste kunstenaar is wel een heel interessant concept. En daar zie je dus ook in Exodus 31, die moet vol zijn met de Heilige Geest. Hij kent wijsheid en vakmanschap. En dan krijgt hij een assistent, dat is de uitvoerder, dat is de uitvoerende kunsten. Zoals de violist in een orkest een stuk speelt van Beethoven. Beethoven is de Bezaliel, de schepper. Aholiab is de uitvoerder, de interpretatie, zeg maar. En dat is dat die tweeledigheid van die kunst die in het jodendom heel erg belangrijk geworden is, namelijk het versieren, het verfraaien van de tempel, de tabernakel en alles wat te maken heeft met de Joodse eredienst. Dat is van groot belang. Dus, wat heb ik gezegd? Joodse kunst is woord in de eerste plaats, is geluid, is beeld, pas in de derde plaats. Een beeld als illustratie, als ornament, als versiering. En dan later, na 1800, als het de Joodse mens in Europa emancipeert en gelijke rechten krijgt, is het hele leven open van wetenschap en cultuur. En gaan de Joden in de emancipatiebeweging, begeven zich dus ook in die beeldende kunstwereld. Goed, dat is mijn eerste opmerking. Nu wil ik met jullie samen, en ik hoop dat het ook voor de mensen van de livestream goed te volgen is, een aantal afbeeldingen bekijken, waardoor wij rond ongeveer 20 afbeeldingen iets meekrijgen over de Joodse kunst. En ik nogmaals raak alleen maar aan de oppervlakte en ik hoop jullie heel veel interesse op te wekken bij jullie om daarin verder te zoeken, want er zijn heel veel mooie dingen te vinden. In de eerste afbeelding, die staat al een enige tijd hier
geprojecteerd, is een gouden medaillon. En die gouden medaillon heeft een inscriptie in het Grieks. En daar staat volgens de wens van Jacob, hoofd van de synagoge, handelaar in parels. En waarschijnlijk komt deze ergens uit de 2e of 3e eeuw of in de Byzantijnse tijd, de 8e eeuw. Maar ik heb hem gekozen als eerste. Ik denk dat het een medaillon is voor een Torah. Want er staat op dat er een opdrachtgever is, volgens de wens van Jacob, hoofd van de synagoge. En een Torahrol had medaillons, of schilden, waarmee ze versierd werden. En hier is dus de medaillon van de eigenaar of de opdrachtgever. En daar staat een menorah op. En linksonder staat een shofar, een ramshoorn. Dat is de linkerhoorn van de ram. Kan ook van een antiloop zijn, maar nooit van een rund. Want een rund associeert men met het gouden kalf. Dus een ramshoorn. En de linker is bedoeld voor het blazen in de maand voor de grote feesten van het Loofhuttenfeest. En op Yom Kippur, de verzoendag, dan zelfs 100 keer. En als er een rechter horen is van het ram, wordt die niet gebruikt. Die blijft liggen en die wordt gebruikt op de dag van de komst van Messias. Dat is de traditie. Dan rechts zie je een lulaaf, een klein beeldenis van die 4 elementen, die zo heel klein samengevat zijn. De lulaaf met de etrog, hè, de vrucht, de citroen, hè, met de palmtak, met de loofboomtak. En nog een tak? Mirtentak. Ja. Goed, die staan allemaal voor de verschillende soorten mensen. De mens die de goede kennis heeft en de goede daden doet. De mens die wel de goede kennis heeft en niet de goede daden doet. De mens die wel de goede daden doet, maar niet de kennis heeft. En de mens die niet de kennis heeft en niet de goede daden doet. Die horen allemaal bij het volk. Ook de mens die niet de goede daden doet en niet het goede kennis heeft, die hoort ook bij het volk en die wordt samengebundeld in 1 bundel. Het is interessant voor ons om vast te houden, hè, dat ook degene die het niet weet en het niet doet, toch bij ons hoort. En dat is de lulaaf. Maar nu de menorah, oftewel de lichtdrager, letterlijk vertaald, of luchter. De menorah is een intrigerend symbool. Het is namelijk totaal uniek. Er bestaat geen ander volk of geen andere religie die de 7-armige kandelaar als symbool kent. Dat geldt niet voor de Davidster, want die kennen we ook in het Hindoeïsme. Die kennen we in allerlei soorten en die komt pas rond de middeleeuwen in het Jodendom terecht. Alhoewel er legendes zijn dat David hem ook op zijn schild had staan en noem maar op. Dat komt natuurlijk ook allemaal voor. Maar de menorah is bij uitstek het symbool van de Joodse kunst en van de Joodse traditie. En ik vind het zo interessant om heel even erover uit te weiden. Dat gaat een beetje van het pad af van de kunst, maar ik vind het toch wel leuk, want dat houden we vast misschien. Dat is, waar komt die menorah nou weer vandaan? Iemand? Tabernakel werd die gemaakt, hè? Exodus 31, 25, we hebben net gelezen. Hè? Wat? Een plant in de woestijn, dat komt dichtbij. Het wordt gezegd, de levensboom, het is een boom. Ja, het heeft een stam in het midden. Ik versta het niet. Zevenarmige kandelaar. Nou, maar luister, laat me even doorgaan, want voor de livestream is het misschien makkelijker. Het is een referentie aan de brandende braambos. Want hij stond aan de voet van de Sinaï, volgens de traditie. En niet op de traditie, op de Sinaï. Het is het vuur wat de boom niet verteert. Het is zichtbaar voor Mozes, die daardoor uit nieuwsgierigheid gaat kijken wat hier gebeurt. Het is een symbool geworden dat het vuur, het lijden, ons niet zal verteren als volk.
Het is het symbool dat het vuur gedragen wordt door deze zeven armen. En ik vond het best interessant om dat dus te ontdekken, dat die legende of die traditie ook bestaat. En ik dacht, ja, waar komt die menorah vandaan? Hij is zo uniek, je vindt hem absoluut nergens bij geen één volk en geen één religie. Dus, nou ja, goed, daar kunnen jullie straks misschien over verder nadenken, maar het is wel heel erg interessant om dat te benoemen. We weten dat die menorah dus rond 1200 voor Christus gemaakt is door Bezaliel en Oholiab. We weten dat die gemaakt is na de verwoesting van de tempel in 586 door de Babyloniërs. Weer opnieuw gemaakt is in 520 voor de nieuwe tempel, de tweede tempel. En waarschijnlijk nogmaals gemaakt is later na andere opstanden in de tempel van Herodes. Herodes de Grote. En later in het jaar 70 is meegevoerd door Titus, toen Rome, of Jeruzalem dus totaal verwoest werd, nam hij de menorah mee. En in Rome kun je vandaag de dag nog precies zien, in de Titusboog op het Forum, kun je nog precies die grote boog zien, die grote menorah die meegedragen wordt door het volk Rome in. En die Titusboog werd 11 jaar na de verovering van Jeruzalem, werd die daar neergezet als hommage aan Titus en de verovering van Jeruzalem. En waar is die dan gebleven, die menorah? In het Vaticaan. In het Vaticaan, Dan Brown. Ja. Laten we gaan zoeken. Er zijn officiële vragen geweest aan de paus en onderzoeken gedaan. En het Vaticaan houdt zijn mond. Dus dat is zo interessant. Dat zegt genoeg. Er is een andere traditie die zegt dat de Vandalen in het jaar 410, toen ze Rome veroverden, de menorah hebben meegenomen in een schip. Moet je nagaan, het was 30 kilo goud, hè? 1,2 miljoen euro nu. Ja? Massief goud, gedreven. Die is meegenomen in een schip naar Carthago. Het schip is verloren gegaan, is gezonken. En op dit moment ligt de menorah dus volgens die traditie op de bodem van de Middellandse Zee. Bob kent nog een andere traditie. Ja. Wat? Op een zolder in Praag. Op een zolder in Praag. Fantastisch. als je praat over ornamenten, en ik hoop dat dit goed zichtbaar is, dan denk je meteen ook aan de koningin, de troon, de kroon, de royalty, de heerlijkheid, de grootheid van het woord. De Torah, de onderwijzing. En de Torah is natuurlijk, ja, dat is zo heilig en zo kostbaar geschreven door Masoreten, die dus met de hand, een ganzenveer, met inkt, die Torah schrijven. Geen enkele fout mogen maken, dan is die meteen onbruikbaar. Dus absoluut foutloos schrijven. En die Torahrol komt dus te liggen in een ark, zoals dat genoemd wordt. Een trijfe, een ark, hetzelfde woord in het Hebreeuws als de ark van Noach. En ook hetzelfde woord als het biezenmandje van Mozes. Ja, in die ark, Petrus gebruikt het beeld ook, hè, de ark, hè, die, hè, in Petrus wordt het ook weer genoemd. Een prachtig symbool dat in dat mandje, in die ark, in die kist, in die bescherming, in die, je zou bijna zeggen, die baarmoeder zou ik bijna zeggen, ik ben een beetje dichterlijk aan het worden, hè. Daar ligt dat koninklijke woord. En dat koninklijke woord wordt aangekleed. Dat krijgt mantels, bruidsmantels. Als je in het Joods-Israëlisch museum komt, het Israël Museum in Jeruzalem, dan zie je talrijke van dat soort prachtige aankledingen van de Torah. En bovenop die Torah zijn kronen gemaakt en zogenaamde rimoniem. Dat zijn granaatappels. Granaatappels met belletjes eraan. En de belletjes die refereren aan de belletjes onderaan het kleed van de hoge priester als hij het heilige der heiligen binnengaat, dat we hem moeten blijven horen, want als hij dood zou neervallen, dan hoor je de belletjes niet meer en dan moet je aan een touw trekken wat aan zijn enkel vastzit. En dan kun je zijn corpus nog uit die heilige der heiligen trekken, want dan mag je zelf niet inkomen.
Ja? En die belletjes, die zitten dus aan die rimoniem, aan die granaatappels. En granaatappels, weer zo interessant, zegt men, het is niet echt helemaal waar, maar wel bijna waar. Die heeft een zespuntige kroon van de Davidster. En die heeft 613 pitjes. Ga ze maar natellen. Nou, soms klopt het, soms klopt het helemaal niet. Maar het idee is in ieder geval, die 613, dat verwijst natuurlijk naar de geboden en verboden in het Joodse denken. En, maar die 613, die veelheid, die verwijst ook naar de veelheid van de goede daden die we mogen doen. Want het is ook met Rosh Hashanah, met het nieuwjaar, dat Joden granaatappels geven en daarbij de wens uitspreken dat uw goede daden in het nieuwe jaar talrijk mogen worden als de pitjes van de granaatappel. He? Dus dat is die rimoniem, die granaatappelen, die zijn bovenop die Torah geplaatst met belletjes en een kroon. En het merkwaardige waar ik geen antwoord heb gekregen toen ik daarnaar vroeg, is dat ze meestal bijna uitsluitend van zilver gemaakt zijn. Ik heb ze nooit van goud gezien. Alhoewel er wel hier en daar wat goud is in het Joodse in de voorwerpen. Maar zelden. En ik heb hier wat verguld, in ieder geval. En dan zie je zo'n Torah-kroon. En je ziet een vergulde jat, zo'n handje waarmee je de tekst aanwijst, omdat die tekst zo kostbaar is en nooit met vet in aanraking moet komen, moet het door een metalen aanwijsstok gelezen worden. En er zijn twee kronen en er zit ook nog amber in. Dit is een hele mooie uit Polen. En ik heb nog een paar andere dingen laat ik zien van verschillende voorwerpen in de Joodse traditie. Dat is de voorwerpen van de Pesachmaaltijden. Je ziet daar verschillende. Nou ga ik. Je ziet daar een Chinees geïnspireerd porselein. Je ziet er een glazen kruik voor de wijn uit Bohemen, uit Duitsland. Een zilveren wijnbeker uit Rusland. En je ziet een presenteerblaadje met het inscriptie: ik heb u tot mijn volk gekozen uit Italië. En een wagentje, een klein karretje zeg maar, verguld zilver voor de garozet. En garozet, dat is een kleverige pasta van vruchten die gemaakt is om te denken aan de specie tijdens de tijd van de slavernij, dat de Joden steden moesten bouwen voor de Egyptenaren. Duitsland. En wat me nou opvalt, en dat was heel leuk, in het Israël Museum in Jeruzalem. Als je kijkt naar de Joodse voorwerpen, de symboliek en de manier waarop dat versierd is, dan komt het uit alle delen van de wereld. En al die invloeden van het Byzantijnse, van het Chinese, van het Duitse, van het Frans, het Poolse, het Russische, het Nederlandse, vind je terug in de bouw van de synagoges en in de voorwerpen die gebruikt worden bij de rituelen, bij de Pesachmaaltijd of andere traditionele vieringen. En die dubbelheid van het Joodse element, met name in de taal en in de schrift natuurlijk, en de ornamenten in die verschillende culturen, die dubbelheid is prachtig om te zien hoe het Joodse volk heeft moeten dealen, heeft moeten omgaan met de vraag: hoe verhouden wij ons in de diaspora, in de verstrooiing, hoe verhouden wij ons tot de cultuur waarin wij gasten zijn, vreemdelingen zijn? En dit thema is het actuele thema van het Jodendom in de diaspora. Niet meer in de staat Israël, maar in de diaspora. En het is een zeer interessant thema. Hoe ver ga je in het overnemen van de cultuur waarin je woont en waar liggen daarin de grenzen? En er zijn bijvoorbeeld schitterende voorbeelden van dat Joodse geschriften verluchtigd werden met allerlei verschillende voorstellingen. Hier heb je nog een keer de menorah, daar gaan we iets verder doorheen. Maar hier heb je zo'n manuscript dat verluchtigd is. En die verluchtiging die kan allerlei elementen hebben. Maar dat kan ook elementen hebben die uit de mythologie komen. Of uit de Bijbel van het Nieuwe Testament zelfs. Een Jozef en een Maria bij wijze van spreken.
Omdat ook christelijke illuminators in opdracht van Joden die geschriften versierden. Dus merkwaardig zie je soms een verband met een Griekse mythologie, of je ziet een verband met christelijke verhalen in een Joods geschrift. En kennelijk, met name in Spanje en Portugal, hebben de Joden daar niet zoveel moeite mee. Als je nou kijkt naar in het oosten, daar heb je de beroemde vogelkop Haggada. En die heb ik als voorbeeld genomen van die merkwaardige verbinding met de cultuur. Dat is een Haggada, dus een verhaal over de uittocht uit Egypte en wat gelezen wordt op de Pesachmaaltijdavond, de Seideravond. Dan zie je dat die Joden afgebeeld worden met Jodenhoeden op. Dat was verplicht. En met vogelkoppen. En die vogelkoppen die zien eruit als een Joodse haviksneus, zeg maar. Een haakneus. En dat is discriminatoren. Het is een discriminatoren manier van... Joden hadden hier geen moeite mee. Dit is een opdracht van een rabbijn gemaakt. Dit is een Joods geschrift, geïllumineerd door niet-Joodse kunstenaars. En het interessante is dan dat in het Jodendom die Jodenhoed op dat moment geen enkel probleem is. Dat moest gewoon, dat was de wet, daar hou je aan. En als er vogelkoppen gebruikt worden, dan zal de Duitser, de niet-Jood, zal zeggen, kijk, zie je die Joodse neus? En de Jood zal zeggen, ja, natuurlijk mogen we niet afgebeeld worden als mens, want dat gaat tegen het beeldverbod in. He, dus beeld ons dan maar af als dieren. Ze zagen het nog eens een eer ook, in verband met het tweede gebod. En dat is interessant. Zo creatief en zo humoristisch zou ik bijna zeggen. Zij omgaan met wat wij als discriminator ervaren. En dat dat in die kunst dus kennelijk dan voorkomt. En dan zijn er natuurlijk nog de loofhutten. Hè. We hebben in deze tijd de loofhut. Ik geloof dat het zelfs een van deze dagen begint, het Sukkot. Loofhuttenfeest. Natuurlijk ook de opvouwbare loofhut. Die je in je schuur kan zetten of op zolder. En die je dus 1 week per jaar naar beneden haalt, uitklapt. En dan zitten daar prachtige schilderingen op van Jeruzalem. Hè, volgend jaar in Jeruzalem, zeiden de mensen. En hebben ze een prachtige loofhut als uitklapbare en misschien ook wel vervoerbare loofhut. Hier zie je ook nog een afbeelding ervan. Zijn deze afbeeldingen te zien? Ik hoor geen luid en duidelijk ja. Flip, oké. Goed, we maken een sprong. Is het voor iedereen te volgen? Ja, want ik ben erg zenuwachtig, dat weten jullie nu inmiddels. En als ik heel zenuwachtig ben, dan zeg ik altijd blijf aan het woord. Want zodra een ander gaat praten, dan verlies je weer. Sorry. Dit is puur... Ik heb gezegd... na 1800, bij de Franse Revolutie... Chapeau voor de Franse Revolutie. Chapeau aan Napoleon ook. Die een grote visie had voor het Joodse volk en ook beloofde dat ze een nationaal tehuis zouden krijgen in het Midden-Oosten. Toen Napoleon Egypte had veroverd, deed hij een verklaring dat hij ervoor wilde gaan zorgen dat de Joden een eigen staat zouden krijgen. Dus Napoleon was wat dat betreft verlicht. En de Franse Revolutie heeft dus gelijke rechten gegeven aan de Joden in Frankrijk en aan de protestanten. Daar zijn we ze nog steeds voor de dag van vandaag heel dankbaar voor. We weten ook dat dat leidde tot het secularisme. Dat wil zeggen dat de staat en de godsdienst streng gescheiden werden. En voor de Jood was dat een heel interessant moment. Want dat betekende ook dat de ghetto's opengingen. Dat betekende dat je huizen kon kopen. Dat betekende dat je land kon bezitten. Dat betekende dat je stemrecht had en zelfs een plaats had in de assemblée, in het parlement. Dat betekende voor de Joden een enorme bevrijding en tegelijkertijd een enorme bedreiging. De bevrijding was, nu kunnen we emanciperen. De bedreiging was, dan gaan we assimileren. Dan gaan we onze identiteit verliezen. Een heel actueel probleem in het Jodendom. En in die tijd dus ook heel belangrijk. En onder die assimilerende Joden, die dus zeggen van, nou ja,
ik laat me dopen, ik word katholiek. Denk aan Mendelssohn, denk aan Heinrich Heine, denk aan heel veel Duitse Joden die via de doop dachten, nou word ik geaccepteerd in de samenleving. He, de doop als paspoort voor acceptatie zou je kunnen zeggen en voor carrière in de wetenschap en in de kunst. Nou, heel veel van die geassimileerde Joden die krijgen natuurlijk een interne discussie. Hoe ver ga je? Hoe ver ga je daarin? Ga je nog de Sabbat houden? Ga je nog het Pesach vieren? Ga je nog besnijden? Dat zijn van die grote vragen die dus bij de assimilatie voorkomen. En onder deze Joden waren dus radicale bewegingen. En er waren opportunistische bewegingen, noemen we ze wel. Dat wil zeggen, voor zover het makkelijk is en opportun is, doen we wat we willen. En zo niet, doen we het niet. He, dat was een beetje ja, een soort meebewegen met de tijd. Nou, in de kunst zie je dus opkomen Joodse kunstenaars die gaan schilderen. En ik heb een voorbeeld genomen van het schilderij van Moritz Daniel Oppenheim. Oppenheim, geboren notabene in het jaar 1800, sterft in 1882. Deze Oppenheim, Duitse, wordt gezien eigenlijk als de eerste Joodse kunstenaar van het moderne tijdperk. Romantisch, figuratief, verhalend, vertellend. Hij werkt voor heel veel rijke mensen, de Rothschilds. Hij werkt voor beroemde figuren. Hij is een succesvol kunstenaar. Maar ik heb een merkwaardig schilderij van hem uitgekozen. Namelijk het schilderij van de ontvoering van Edgardo Mortara. In 1858. Dus toen was hij 1850 toen hij dat schilderde. En dan zie je middenin zie je een jongetje in een licht kleed staan. Dat is Edgardo Mortara, een Joods jongetje in Bologna. En op dit moment is dat jongetje 8 jaar oud. Maar dat jongetje wordt door politieagenten meegenomen. Als je dat goed ziet, dan zie je politiemensen die het jongetje vast willen pakken en mee willen nemen. Je ziet een man daarna grijpen, dat is de vader van Edgardo. Je ziet een moeder in katzwijm, die is flauwgevallen, want die ziet haar zoontje meegenomen worden door de politie. En je ziet helemaal rechtsachter, ik hoop dat je dat kan zien, een vrouw die huilt. En helemaal links staat er ook nog ergens een pastoor of een priester. Nou, dit is een geschiedenis die is erg interessant. En waarom? Ik laat hem zien, want hij heeft veel meer schilderijen gemaakt. Maar deze vind ik zo interessant, omdat het gaat over een Europa wat verontwaardigd reageert. Oostenrijk, Frankrijk, Engeland. Alle landen reageren op. Wat is er aan de hand? Het jongetje is 8 jaar. Als hij rond de 1, 2 is, wordt hij gedoopt. In een Joods gezin. Hij wordt ziek. En de huishoudster, het oppasmeisje, is katholiek. En die is bang dat het jongetje doodgaat. En zij doopt dat jongetje zo snel mogelijk, want dan is die behouden. Dat wordt bekend. En 6 jaar later besluit paus Pius IX dat jongetje met de sterke arm van de politie, de katholieke politie van het Vaticaan, bij zijn ouders weg te halen. Dus hier, dit schilderij laat op het moment zien dat dat jongetje door de politie ingerekend wordt. Hij woont in Bologna, dat is onderdeel van de pauselijke koninkrijken. De paus was in die tijd nog machtig vorst over gehele delen van Centraal-Italië. Dat jongetje wordt meegenomen en dan ontstaat er een golf van protest in Europa. Dit kan niet waar zijn. De paus ontvoert een jongetje uit een Joods gezin. He, dus zo verlicht is Europa op dat moment dat ze zeggen dat kan niet waar zijn. Dit moet het einde zijn van het pauselijke rijk in Italië. En dus moeten de machtige legers van Piemonte in het noorden en van Sardinië die moeten nu een eind maken aan dat pauselijke regime. En dat gebeurt ook uiteindelijk. He. In 1870 wordt Italië 1 rijk en de paus wordt teruggedrongen tot alleen de Vaticaanstad. He. Maar dit heeft ertoe bijgedragen dat de paus door geheel Europa werd aangevallen
over deze zaak, je kunt een Joods jongetje van 8 niet uit zijn ouderlijk huis roven. Hij werd in een tehuis gezet voor bekeerde Joden. Dat had het Vaticaan had een apart huis voor bekeerde Joden. Dat huis voor bekeerde Joden werd gefinancierd uit belastinggelden die de Joden zelf moesten betalen. Want die waren onderdanen van het pauselijk gezag. Dus die belastinggelden werden gebruikt voor een tehuis voor bekeerde Joden tot het katholicisme. Daar is het jongetje opgesloten. Zijn ouders mochten hem eerst helemaal niet bezoeken. Af en toe dan later onder toezicht. Ze hebben allerlei zaken ingediend, maar niets kon de paus bewegen om die jongen los te laten. Hij ging zelfs af en toe met hem op reis om te laten zien aan de mensen dat het jongetje zo blij was dat hij katholiek geworden was. Hij werd eigenlijk een soort showstuk. Nou, dit heeft Europa ten diepste beroerd, ongeveer in de tijd van de Dreyfus-affaire. En dan weten jullie al, de Dreyfus-affaire, dan zitten we ook in diezelfde periode, 1870-80. Dat is de oorzaak geweest dat Theodor Herzl begonnen is met het Zionisme. Het grote Zionistisch project. Dat waren de druppels in Europa die de emmer deden overlopen. Waarom wijd ik hierover uit? Omdat er volgend jaar een film over uitkomt. De ontvoering van Edgardo Mortara. En Spielberg heeft hem gemaakt, zelf een Jood. En ik denk dat het een aanrader is, als die uitgekomen is, om daar eens naar te gaan kijken. Nou, dit schilderij is dus een romantisch schilderij van Oppenheim. En dan krijg ik je meteen een klein inkijkje in een vorm van antisemitisme in die periode. Dan heb ik een ander schilderij van een andere kunstenaar, ongeveer in dezelfde tijd. Hij is dan wel later geboren, 1856. Dat is Maurizi of Moshe Gottlieb. Aan het veranderen van die naam, Maurizi of Moshe, zie je al de assimilatie. Maar hij is een Oost-Europeaan. En Oost-Europese Joodse kunstenaars worstelen veel meer met hun identiteit. Want ze zijn veel meer geworteld in de shtetl, in de ghetto's, in de Joodse wijken, in die dorpjes. Terwijl de Duitsen, zoals Oppenheim, veel meer geworteld waren in de steden en in het cultuurleven van het westen, van Duitsland. Nou, deze Gottlieb, die worstelt om zijn Joodse identiteit als schilder te realiseren. We zullen dat later ook bij Marc Chagall zien en bij anderen, dat het een gevecht is geweest om Joodse identiteit. Terwijl Oppenheim gewoon volop Duitser wordt en mooie portretten maakt en noem maar op, gaat hij die spanning tussen het Jodendom en de traditie en met name dat tweede gebod, je mag geen afbeeldingen maken, dat Joodse identiteit gaat hij ook aan, die strijd. En dan heb ik nu een schilderij uitgekozen van deze Gottlieb, Maurizi Gottlieb, en dat heet Jezus voor zijn rechters. Want het gekke is dat nu eigenlijk de vrijheid van de Joden groeit in heel verlicht Europa, dat de figuur van Jezus ook bespreekbaar mag worden. Hij die eigenlijk verantwoordelijk gehouden wordt voor alles wat de christenen fout gedaan hebben ten opzichte van de Joden. De naam van Jezus zij vervloekt. Ik geloof zelfs dat het letterlijk in het acroniem Yeshu staat. Vervloekt van de aardbodem is deze naam. En zelfs een toegevoegd gebed in het Amida, in het 18 gebed. Een speciale toevoeging in het 18 gebed, de vervloeking van de christenen. Nu mag Jezus afgebeeld worden. En wat doet deze man nu en met hem nog anderen? Hij beeldt Jezus af voor zijn rechters. En Jezus wordt hiermee een Jood die kritiek heeft op het fariseïsche judaïsme. Het fariseïsche strenge waarin bijvoorbeeld het tweede gebod belangrijk is. En merkwaardigerwijs, helemaal linksachter, ik weet niet of je het kan zien, zie je ook een Torah, een soort
Dat zijn de 10 geboden, maar dan wordt met een vinger het tweede gebod aangewezen. Gij zult geen afbeeldingen maken. En wat doet de hoge priester? En dat kun je nauwelijks zien als je niet goed oplet. Die breekt een penseel. Hij breekt voor de ogen van Jezus de penseel van de kunstenaar. En de kunstenaar zelf heeft zich achter Jezus afgebeeld. Een heel klein portretje van Gottlieb zelf. En hier zie je dus dat Jezus een rol gaat vervullen binnen het Jodendom voor Joodse kunstenaars als een rebel. Als een correctie. Als kritiek op het eigen Jodendom. En dat is interessant, want het is ook inderdaad wat wij in het evangelie lezen. Hè? Dat is precies wat er ook, hè? De weewoorden van Jezus over de Farizeeën, heeft hij misschien gekend. Nu kies ik nog 2 portretten. Ja, natuurlijk, ga je gang. Als het maar goed is voor de flip, kan dat? Kan een vraag gesteld worden? Want ik weet niet hoe dat werkt met de... Terug naar het vorige portret, want wat mij opviel, als ik me niet vergis, is dat hetzelfde portret wat we net gezien hebben. Die witte figuur, is dat Jezus? Nee, die is crème kleur. Maar die midden onderin met die laarzen aan, dat is niet Jezus? Nee. Oh, nee, dat was maar wie het wel is, weet ik ook niet. Nee, maar omdat dat jongetje wat ervoor was ook in het wit. Ook wit, ja. Dus ik vroeg me of dat nog een betekenis had. Ja, nee. Jezus wordt wel ook door anderen afgebeeld in het wit, maar dit is Jezus in deze kleur. Nog twee portretjes en dan heb ik toch eventjes aangegeven hoe dat zit met het zelfbeeld van de Joden. Kijk, die assimilatie van ik ben een kunstenaar en ik maak portretten en ik maak gewoon mooie dingen van Lieberman. En die kritische opstelling van Gottlieb, waarbij in het oosten in die Joodse identiteit en de strijd met de traditie. Dan is er nog een ander, dat is een zekere meneer Kaufman, Isidor Kaufman uit Hongarije. Die leefde vanaf 1853 tot 1921. Die schildert een Jood op een nieuwe manier. Namelijk als een trotse, recht in de ogen kijkende, ik zou bijna zeggen tzaddik, rechtvaardige. Iemand die je recht aankijkt, die geen schuld heeft, die niet die lelijke, vieze ghetto-jood is, die vishandelaar en die lastdrager en die kleine, mormelige Joden die in Polen en in Wit-Rusland eigenlijk onder in de samenleving opgeborgen in ghetto's en shtetls. Eigenlijk dat beeld van de Jood, van de vieze Jood. Trouwens, iemand als Jozef Israël schildert ook zo'n oude Jood. Rembrandt kon er ook een paar van die oude maken. Maar die hele oude Jood bestaat niet, zegt Kaufman. Kaufman gaat een Jood schilderen die ons recht aankijkt als de rechtvaardige, als de schuldeloze. Als de heerlijke openheid. En ik vind het zo prachtig. Kijk nou eens op je website naar de schilderijen van deze Kaufman. De naam staat in jullie syllabus. En dan krijg je ladingen van dit soort prachtige gezichten die je aankijken. Hier deze rabbijn, een oudere, hè, dus een jonge en een oudere. Ook deze rabbijn is vervuld van wijsheid en van recht in je ogen kijken. Ik heb geen schuld. Waar beschuldigen jullie mij van? Wat denken jullie over ons? Hier staat een Jood zoals hij zichzelf opnieuw gaat zien in Europa. Denk erom. Want het zelfbeeld van Joden in Europa is natuurlijk ernstig beschadigd. En hier gaat de Joodse kunstenaar een Jood voorstellen als een prachtig boeket. Als een schitterend beeld van zo zou de mens mogen zijn. Dan maak ik een sprong. Dan ga ik naar een tijd rond 1900... En rond 1900 is dus het grote zionistisch ideaal aan de gang. Hetzel begint en er zijn de grote zionistische congressen. En de Joden worden gemobiliseerd om het werelddeel van de pogroms te verlaten. Dit sombere Europa, dit zwarte continent,
waar wij vervolgd zijn. Het is interessant, hè, om te weten dat ik ben in India geweest. Ik heb de Joden daar opgezocht. We hebben in China de Joden van het Oosten. We hebben in allerlei landen van de wereld hebben we Joden. Ze zijn nergens vervolgd, behalve in het christelijke Westen. En het is heel merkwaardig dat het hindoeïsme prima kon omgaan met de Sabbatsmensen, zoals ze genoemd werden, de zaterdagmensen. Hè? Dat waren de Joden. En dat China ook geen probleem had met Joden. Maar dit is de vreselijke strijd tussen de zoon van Israël, het christendom, hè, en zijn vader of zijn moeder, hè, zijn wortels, zijn stam, die hier naar boven komt. Trouwens, ook in de islam, hoor, vergeet u dat niet. Er wordt vaak heel ruim gesproken over de islam in het Iberisch Schiereiland en in andere delen van de... Maar ik lees een boek op het ogenblik over hoe het Joodse volk vergaan is onder de islam. Daar is ook een heel verhaal over te vertellen. Maar nu, in 1901, bij het vijfde Zionistisch congres in Basel, is er een Joodse kunstenaar, een Duitse Joodse kunstenaar, Lilian. En die Lilian, die je ziet in zijn stijl, dat is Jugendstil, dat is het wat wij kennen uit die periode ook een beetje. Hij is graficus. Die mag de affiche maken voor dat congres. En je kunt hem rekenen tot de eerste Zionistische kunstenaars. Het gaat hier niet meer om de identiteit van de Jood. Het gaat hier om het grote ideaal van een Joodse natie, een staat. Een nieuwe plek, een nationaal tehuis. En in dat affiche zie je links een oude Jood zitten met een keppel op. En je ziet daar dorens om hem heen. Je zou het zelfs als prikkeldraad kunnen zien. Je ziet een engel. Misschien wel de aartsengel Michael, hè, de beschermengel van Israël. En je ziet die engel wijzen naar rechts. Gek genoeg, een Jood zou het van links naar rechts gedaan hebben, maar hij is zo Duits geworden dat hij het van links naar rechts doet. Zie je dat? Ja? Want het Hebreeuwse lezen is van rechts naar links. Hè? Maar hij doet van links naar rechts. En dan zie je rechts zie je de Jood, de jonge Jood van een jaar of 30, met een ploeg. Dat betekent, hij wordt agrariër. Daar kon je niet over denken in Europa, dat je land zou hebben, dat je boer werd. Joden werden nooit boeren. Want die konden geen land bezitten. Hier en daar wel in Frankrijk na de Franse Revolutie, maar dat was heel sporadisch. Hij gaat eigen land bewerken en nou zie je, de zon komt op. En Aaron aan de rechterkant van de vruchtbaarheid. En dit nu is de nieuwe Jood. Dit is onze toekomst. Dit is onze hoop. En in deze ene beeldenis zie je het contrast tussen de somberheid en de donkerheid van Europa, waarin de Jood in diaspora vervolgd wordt. En je ziet het geweldige ideaal van een nationaal tehuis aan de rechterkant. En dit is zo ongelooflijk illustratief voor het Zionistisch ideaal. Dan is er nog later. Later heb je Israëlische kunstenaars. Hier heb je Nahum Goodman. En ja, die maakt dit rond 1920, denk ik. Die heeft, ik zie dit schilderij, heb ik met mijn eigen telefoontje, of mijn vrouw's telefoontje, want ik heb niet zo'n telefoon. Ze heeft een iPhone of zo, ik weet niet hoe dat heet. Heeft die foto gemaakt in het Israëlisch museum. Dan zie je van Goodman, ze heeft een eigen museum in Tel Aviv trouwens. Deze Nahum Goodman, die maakt een triptiek. En een triptiek is bij uitstek een christelijk decorstuk, een altaarstuk. Hij maakt een triptiek, een driedelig schilderij. Centraal zet hij daar neer twee soorten Palestijnen, of Palestijnse Joden, even goed onderstrepen. Namelijk links de traditionele Palestijnse Jood en rechts de krachtige nieuwe Israëli, de nieuwe Jood, de Zionist, met ontbloot bovenlijf, gebruind en met kracht en met vrouw en ik geloof ook met kind. En dan staat hij daar met een grote tros bananen in zijn handen. En kijk, daar moeten we naartoe. En dan moet die autochtone Jood die daar al van generatie op generatie vanaf het begin van de jaartelling gewoond heeft, die moet wennen aan die Europese Jood als immigrant. Want die gaat vruchtbaarheid geven. En u weet die strijd in Israël. De strijd in Israël zit op vandaag dat de Joodse autochtone bevolking het moeilijk hebben met de immigrant-Jood uit Oost-Europa die zelfs zonder geloof
seculier het ideaal van Zion realiseert. Hoe brutaal kun je zijn? In de ogen van die orthodoxe traditionele Jood die daar altijd gewoond heeft. Sterker nog, ze voelen zich bezet gebied. Ik heb een keer een interview gedaan met een ultra-orthodoxe rabbijn uit Mea Shearim, Jeruzalem. En deze oude wijze man, die was lid van het kabinet van Yasser Arafat. Hoort u mij? Hij was minister van godsdienstzaken. Ik zeg tegen hem, hoe zit dat? Hij zegt, nou, wij voelen ons bezet door al die Oost-Europese socialistische joden die niks meer aan God doen. En die zijn voor God uit gaan lopen. En die hebben Israël... die hebben Palestina voor ons ingenomen. Maar als de Messias moet komen, dan pas gaat het gebeuren. We kunnen niet voor God uitlopen. Wij moeten wachten en bidden. Nou, heel spannend. Heel spannend. En zie je links. Zie je de traditionele bevolking van de Bedouinen, dacht ik, als ik het zo... Ik kan het niet heel goed zien. Of rechts zie je de slapende Arabier en de... Met geiten, de Bedouinen. Eigenlijk is het best een discriminatiestuk. Want die Arabieren die liggen te pitten. En die zijn woestijn aan het maken met geiten. En die traditionele Joden die hier altijd al gewoond hebben, die snappen er ook niks van. Maar wij nu, de Zionisten, wij gaan het maken. Ja, nou. Dit is... ik maak een sprong. Eind van de eeuw, 1899... Daar zie je een schilderij van Samuel Hirzenberg. En dit schilderij, dat kun je moeilijk zien misschien. Daar zie je Jood liggen, dode Joden, lijken. Je ziet een Jood rennen. En je ziet overal, als het lijkt wel projectielen, bam, bam, bam. Maar het zijn kruisen. En hij rent voor zijn leven tussen de kruisen door. Hij vlucht, de Joodse vluchteling, de Joodse zwerver, vlucht en zijn broeders en zusters liggen gedood op de grond in de pogroms. En hij rent, probeert weg te rennen tussen de kruisen van Europa. Dit is het beeld wat Europa opriep bij Hirschenberg. En hij noemt het ook de zwervende Jood. De pogroms tussen de kruisen. Is dit een profetie geweest over de Holocaust? En ook dit, Jezus wordt zelf meegenomen in de richting van Auschwitz, in 1966 gemaakt, na het Eichmann-proces. In het Jodendom in Israël werd weinig gesproken over de Holocaust. Vanaf 1945 tot 1963, het Eichmann-proces, werd de Holocaust vermeden. Het was te pijnlijk. Maar toen Eichmann veroordeeld werd, ontstond er een nieuw bewustzijn in die generatie over de Holocaust. En dan schildert of tekent deze kunstenaar, deze graficus, die tekent Moshe Hoffman, die tekent een hele serie van, ik geloof wel 80 beelden van houtsneders, die te maken hebben met het lijden van het Joodse volk in relatie tot Jezus. En Jezus is dus degene die vergast wordt. Jezus en Israël zijn beide Jesaja 53. En Jezus staat voor Jesaja 53, ja, maar niet als Messias, maar als het volk Israël. En tenslotte, dan heb ik nog wel bijna even voor tijd, ik vind het toch, ja, wil ik afsluiten met Chagall. Moshe Chagall, is gestorven in 1985, 97 jaar oud. Ik heb er een hele studie van gemaakt, dus het gaat helemaal uit de hand lopen als ik daar echt over begin. Maar aan het begin van deze lezing heb ik al aangegeven dat hij een unieke plaats heeft. En ik vind ook een Joodse plaats midden in de wereld van de beeldende kunst. Omdat hij zich bij het verhaal en bij de droom over het verhaal houdt. En ik vind hem intrigerend. En als je ooit de kans krijgt om in Nice naar het Musée Biblique te gaan... Het Musée National du Public de Chagall. Dan is dat speciaal gewijd aan de schilderijenserie die hij... Dat zijn grote doeken van meters in omvang. Die heeft hij geschonken aan de Franse staat. Knipoog. Want de Franse staat is strikt seculier. En wil niks te maken hebben met een religieuze invulling.
En Israël was boos. De staat Israël was erg boos. Die zegt, die schilderijen horen in Israël. Hoe durf je ze te geven aan de Franse staat? En Moshe zegt, ja, maar ik ben Frans geworden. Ik ben Russisch natuurlijk geweest. Ik heb een tijd in New York gewoond. Ik heb mijn grootste deel van mijn leven in Frankrijk gewoond. En hij beschouwt zichzelf dan ook wel als een Jood, maar zeker als een universeel mens. Als een mens voor alle mensen. En hier gaat het al uit de hand lopen, want hier kan ik over uitweiden. Maar ik heb een schilderij gekozen. Nadat ik dit laat zien, laat ik een aantal kruisigingen zien. En dit schilderij is gebaseerd op een bijzondere godservaring. En als je goed kijkt, het is helemaal in blauw en in heel donkerblauw. En dan is die op zijn kamertje, dit is zijn biografie, Mavie, mijn leven. En die schreef hij al toen hij 34 was, dus dan ben je klaar. Als je 97 wordt, moet je nog een hele tijd. Ik heb net mijn autobiografie geschreven, dus dat mag als je 70 wordt. Maar nee, hij deed het op zijn 34ste. Dan schrijft hij in zijn biografie, in zijn kamertje in Sint-Petersburg, in het openbare district waar geen Joden mogen wonen. Joden mochten niet wonen waar hij op dat moment een kamertje huurde. Interessant om te weten. Hij werd door de Russische antisemitisme werd hij eigenlijk verdrukt. Maar door het Joodse traditionele denken werd hij ook verguisd. Omdat hij schilder werd, kunstenaar werd. Dus van twee kanten werd hij aangevallen. En die jongen in zijn nood, die schrijft dan, en ligt hij te dromen, loodzware dromen teisterden mij. Een vierkante kamer, helemaal leeg. In een hoek alleen een bed en ik erop. Het is donker. En plotseling opent de zoldering zich en een gevleugeld wezen daalt af met geschitter en gewapper en vult de kamer met kolkende wolken. Geruis van slepende vleugels. Ik denk, een engel. Ik kan mijn ogen niet openen. Daarvoor is het te licht, te verblindend. Na overal te hebben rondgewaard, verheft hij zich en verdwijnt door de spleet in de zoldering. Hij neemt al het licht en de blauwe lucht met zich mee. Het is weer aardedonker. Ik word wakker. En mijn schilderij, De Verschijning, wat je hier ziet, roept die droom op. Chagall is een merkwaardige godsman, profetisch, aangeraakt, spiritueel, leeft in veel dromen, maar neemt ons mee naar de Bijbel. En dat vind ik wel heel erg bijzonder. En op een bepaald moment, hij schildert Jezus 100 keer in zijn werk, 100 schilderijen waar Jezus in voorkomt. Op een bepaald moment dan schildert hij ook kruisen en niet zo weinig ook. Ik geloof zelfs ook bijna 100 kruisen gingen. En de eerste kruisiging die hij schildert, heb ik jammer genoeg geen plaatje van, is een kind. Een groen kind. Groen is de kleur van het nieuwe leven. Hè? Een kind. In 1912. En waarom doet hij dat? Hij doet dat omdat in die tijd een proces aan de gang was in Rusland tegen de zekere meneer Beilies. Dat was een fabrikant. Een Joodse fabrikant, een rijke Jood. En die werd beschuldigd ervan dat hij een kind vermoord had om het bloed te gebruiken om matzes te bakken. Dan ga je terug naar het oude bloedsprookje in de 12e eeuw in Engeland. Ja? 1911, 12 is het proces. Een groot Europees proces waar de hele wereld op let en waar de kranten mee gevuld worden. Het proces Beilies, moet je opzoeken. En dat proces gaat uiteindelijk niet meer om of Beilies echt een kind vermoord heeft om het bloed te gebruiken voor het bakken van matzes. Maar het proces wordt vergroot naar de grote vraag, gebruiken Joden het bloed van christenkinderen om matzes te bakken? Zo gek kan het zijn in Europa. En dan schildert hij een kind dat gekruisigd wordt. Maar goed, de grote bekende is de witte kruisiging, gemaakt in 1939 na de Kristallnacht. Over 2-3 weken is dat precies 80 jaar geleden, hè? 19 november 1939. Kristallnacht, 38. En dus, dan is het 80 jaar, dacht ik als ik goed reken.
En hij schildert dus de Kristallnacht, kruisiging. En het merkwaardig is dan... Ja, ik weet niet of het er in zijn geheel opkomt op dit moment. Maar goed, je ziet dus dat hij de talit aan heeft. En Jezus heeft de gebedsmantel om zijn middel. En het is dus de Jood die hier gekruisigd wordt in Duitsland. En als het schilderij nog een bovenkantje heeft, dat zou leuk zijn. Dan dacht ik dat je ziet de rode legers van Rusland. Die als bevrijders uit de linkerbovenhoek op Duitsland neerdalen. Als dat zo is... Je mag het betwijfelen, maar dan is het heel profetisch. Want het is inderdaad het Rode Leger geweest die Hitler op de knieën heeft gedrongen. En niet de geallieerden van het Westen. Uiteindelijk is Berlijn en is natuurlijk Auschwitz bevrijd door Russen. Iets wat we vaak vergeten. Er zijn andere kruisigingen en ik laat ze zien. Dit is de kruisiging die Exodus heet. Dit is de kruisiging die resistans heet, weerstand. En dit is de kruisiging, nee, ik doe het verkeerd. Dit is de resistans en dit is de opstanding. Nou, hoe kom ik aan die titels? Want Chagall gaf weinig titels, maar ze staan in de catalogus van het Bijbels Museum in Nice. En nu komt er iets heel interessants en daar sluit ik mee af. Dit is geen crucifix. Als wij een crucifix zien in een katholieke kerk, hangt die en wordt uiteengerukt naar beneden. Deze crucifix, deze Christus, het woord Christus wordt nou niet gebruikt natuurlijk, dat betekent Messias, maar deze Jezus staat. Alle kruisigingen van Chagall zijn staand. De titels zijn assertief. Exodus. Resistance, weerstand. Opstanding. Nergens het woord verzoening, vergeving, schuld, genade. Nergens. Dat zijn christelijke begrippen. Als deze Jood, deze Chagall, Jezus afbeeldt aan het kruis, gaat het, en nu komt er een groot punt... Gaat het om de universele voorstelling van de menselijke waardigheid? Wij zijn overwinnaars in het lijden. Wij zijn als kwetsbare mensen toch uiteindelijk de zwakke kracht, toch uiteindelijk de overwinnende kracht. Het is de krachtige kruisiging. De staande Jezus. Weliswaar weerloos, maar die weerloze armen naar buiten toe lijken een beetje op de Christus van Buenos Aires. Namelijk hè, die grote Christus in Lissabon zie je hem ook eigenlijk de wereld omarmen, zou je kunnen zeggen. Dit is de universele Jezus van Jesaja 53, voor alle volken. Ja. Zoals Zangwiel heeft gezegd, hè, het is the Jews are the people of Jesus. De Joden zijn het volk van Jezus. Maar dit is ook de Jezus of the people, van de volken. Deze Jezus is de people van is de Jezus van de volken. En hierin wordt Chagall heel erg groot. Hij zegt, als Jood, als geassimileerde Fransman, komt in aanraking met het enorme christelijke katholicisme, neemt eruit de kruisiging en maakt dat niet tot een particulier verlossingsverhaal voor het individu. Maar hij maakt het tot een universele gestalte waar de United Nations wat mee kunnen tenminste. Met de universele verklaring van de rechten van de mens, bij wijze van spreken. Hierin heeft hij zich vergist. Want we weten dat in de tijd dat hij dat schilderde, Frankrijk al zo geseculariseerd was dat de mensen niet eens meer wisten wat een kruis was. Excuseer. Goed. Lieve mensen, we hebben nog even tijd. Het is heel veel geworden. Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/WhatsApp.